Het ministerie van Volksgezondheid heeft gisteren overleg gevoerd met de directie en een vertegenwoordiger van artsen van de kinderafdeling van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Dit overleg vloeit voort uit een brandbrief van de kinderartsen over de situatie op de intensive care units van de kinderafdeling. Door het wegtrekken van gekwalificeerd kader op deze afdeling hebben de kinderartsen besloten om het aantal bedden af te schalen. Bij het overleg zijn er concrete oplossingsmodellen voorgesteld door de partijen. Het acute tekort aan gekwalificeerd kader moet worden opgevangen. Voor de implementatie van een nieuwe loonreeks van de zorgwerkers is er een ontmoeting gepland tussen directie en RVC van het AZP met de minister van Volksgezondheid.